Welkom bij deze update voor marketsareeverywhere.com en beursfloorlive.nl. Deze week staat toch wel in het teken van de bedrijfcijfers, maar dat niet alleen, want we hebben donderdag morgen voor ons ook de ECB. En dat wordt een hele interessante. De markt gaat al een hele tijd uit van een kwart procent verhoging. Dat werd min of meer al aangekondigd door Christine Lagarde. Maar de laatste dagen gaat toch ook wel een gerucht, een geluid door de markt dat het misschien wel eens een half procent zou kunnen worden. En dat is natuurlijk niet heel raar als je kijkt naar de agressieve manier waarop de Amerikaanse centrale bank tot nu toe de rente al verhoogde en volgende week waarschijnlijk weer gaat doen. Want voor volgende week, ja, die Amerikaanse centrale bank, drie kwart procent is wel ingeprijsd, maar mogelijk wordt dat zelfs 1 procent. Ja, en gaat dan de ECB met een kwartje komen? Het lijkt wat onwaarschijnlijk aan het worden. De euro-dollar ging natuurlijk ook al hard onderuit, tikte al even pariteit aan en herstelt op dit moment lichtjes. Nou, dat lichte herstel zou dus kunnen duiden. Op het feit dat de ECB toch overweegt, misschien wel voor een half procent te gaan. En eerlijk gezegd, het zou ook geen gekke stap zijn. De markt heeft wat duidelijkheid nodig. En dat kun je maar beter doen als de markten wat beter liggen, dan dat je nu met een kwart procent komt. En als later die markt toch weer wat minder goed liggen, gaat liggen, wat wij toch wel van, nog vanuit gaan. Ja, dan moet je in een dalende markt ook nog eens een keer die rente verder gaan verhogen. Dat werkt over het algemeen niet heel goed. Dus. Het zou in eerste instantie wel eens uh, ja, uh, positief opgepakt kunnen worden als het een halfje wordt, want dan hebben we tenminste duidelijkheid. En de markt wil over het algemeen duidelijkheid, ook al is dat negatieve nieuws. Ja, en dan zitten we nog met Italië, want eerder gaf men al aan dat men natuurlijk bang is voor die spread tussen de oplopende Italiaanse rente en die Duitse rente. En dan hebben we het vooral over het tienjaarsvlak. Op dit moment is Mario Draghi als premier een stabiele factor in Italië, maar daar zitten scheurtjes in. Want Mario Draghi bood zijn ontslag aan bij de regering, werd overigens geweigerd, maar vandaag staat er weer een nieuwe stemming op de agenda. Nou, mocht het weer uh, misgaan, ja, dan zou Mario Draghi wel eens kunnen gaan vertrekken en dat is slecht nieuws voor Italië. En uiteindelijk dus ook voor de EU, want Italië is een grote economisch machtsblok. Dus dat wordt interessant. Ook daarom is dit een hele interessante week. Um, ja en dan nog even terug die bedrijfscijfers Vanmorgen natuurlijk uh, ASML en Axo, daar kunnen we niet omheen. ASML, ja, uh, het verhaal is wel een beetje bekend natuurlijk. Ze hebben al diverse updates gegeven. Als ze willen kunnen ze nog het dubbele produceren, maar dat gaat helaas niet. Want ook ASML heeft problemen met de supply chain. Men kan niet genoeg chips krijgen, men kan niet genoeg onderdelen krijgen om die fraaie machines te bouwen. Nou, wat men nu gaat doen is een deel van die machines wordt gebouwd bij klanten. Uh, On-site, voor zover dat gaat. Maar dat betekent wel dat een deel van de omzet als het ware vooruitgeschoven wordt. Die kan dus later in de boeken komen. En dus een wat lagere omzet en een iets lagere outlook. Ja, en als een bedrijf natuurlijk geld en dus winst laat liggen, ja, is dat nooit een heel goed verhaal. We zien ASML overigens lager openen, maar de schade werd al snel weer ingelopen. Nou, bij AXO zien we een iets ander verhaal. Want AXO weet dan weliswaar de prijzen mee te laten stijgen met de inflatie. Ze konden de prijzen met 16% verhogen. Maar dat gaat wel ten koste van de omzet. En dat heet prijselasticiteit. Die omzet die daalde met een 9% en dat zorgde wel voor een fors lagere netto winst. Die werd zelfs ruim gehalveerd. Nou, Axo zelf spreekt eigenlijk een beetje van ja, we hebben een moeizaam eerste kwartaal gehad. Tweede kwartaal zien we al verbeteringen en vooral de maand juni was men weer een beetje terug op het niveau van 2019. Oftewel pre-corona. Nou, dat zou betekenen dat de rest van het jaar... Axo toch wel wat beter kan gaan draaien. Nou, desondanks wordt de Outlook wel ietsjes naar beneden bijgesteld en dat wordt ja, door de gemiddelde belegger dan niet heel erg gewaardeerd. Hoewel ook hier zien we lagere opening en toch weer wat aantrekken. Oftewel ook Axo ja, komt eigenlijk zonder al te veel kleerscheuren door die cijfers heen. Nou of dat allemaal niet genoeg is, vanavond wordt het ook weer leuk, want dan komt Tesla voor ons natuurlijk na beurs met de cijfers. Eerder liet BYD, de grote Chinese concurrent, al weten dat ze de productie konden opschroeven naar 300.000 voertuigen. En daarmee haalden het voor het eerst Tesla in. Want Tesla wist weliswaar over kwartaal, het vierde kwartaal 2021, eerste kwartaal 2022, een productie van rond de 300.000 auto's te halen. Nou, dat is nu een stukje minder. Men heeft al laten weten. Daar gaat ongeveer 15% af. En daar komen rond de 260.000 uh, uit. En dat heeft natuurlijk alles te maken met COVID. En de, ja, gedeels, dan wel grotendeels, gesloten fabriek in Shanghai. Nou. Tesla gaat vanavond natuurlijk niks zeggen over het hele gedoe van Elon Musk met Twitter. Maar men zal wel benieuwd zijn. Elon Musk maakte eerst al wat opmerkingen over dat die gigafabrieken. Ja, een soort verbrandingsovens van geld waren. Dus men is natuurlijk ook wel benieuwd naar de financiële resultaten. Ja, en dan Musk zelf. Um, het bot op Twitter. Ja, wat gaat dat nu worden? Nou. Hij heeft in ieder geval een eerste verliesje moeten slikken. Want Twitter wint um, een, een kort geding, zullen we maar zeggen, over wanneer die rechtszaak gevoerd moet worden. En dat blijft toch wel in oktober. En dat betekent dat uh, dan al meer duidelijkheid moet komen of uh, Elon Musk wel of niet terecht uit de deal wil. Ja, en bij Twitter zeggen ze eigenlijk, joh, dit is nou typisch het verhaal van iemand met veel geld, doet een grote aankoop en krijgt dan eigenlijk een beetje, ja. Uh, koud watervrees en wil terug uit de deal. Ja, Twitter zegt: Joh, je wilde het kopen, nu koop je het ook maar. En uh, het is wat het is. Elon Musk zegt: Ja, ik wil eronderuit... want er zijn te veel spamaccounts. Meer dan 5%. Nou, daar zal die hele rechtszaak om draaien. Twitter daalde even fors, maar begint de laatste dagen alweer een klein beetje aan te trekken. Nu beleggers misschien toch wel zien dat Elon Musk wel eens aan de deal gehouden zou kunnen worden. ...mogelijk tegen een lagere prijs. Maar dit wordt nog een spannende zaak... ...die de komende maanden... ...beide bedrijven behoorlijk in uh, de tank zal houden. Nou, waar verder natuurlijk ook veel naar gekeken wordt... ...op dit moment is Russisch gas... Um, ...gaat dat nu wel of niet vloeien? Morgen donderdag is de... ...ja, het zou het onderhoud klaar zijn... ...aan die belangrijke Nord Stream 1 pijplijn... ...en dan is de vraag... ...komt er gas uit, water... Of gewoon vodka. Nou, dat moeten we afwachten, maar de angst is wel dat er heel weinig uit gaat komen, überhaupt bijna niks. En dat zou betekenen dat uh, ja, Europa nog meer aangewezen werd, wordt op andere gasbronnen. Nou, ondertussen hebben we al gezien dat Frankrijk het niet gaat afwachten. Die hebben EDF, het nationale energiebedrijf, genationaliseerd. Daar wordt 12 geboden voor het aandeel. Dat is over 50% bovenop de, uh, nou ja, langere termijn gemiddelde van de laatste tijd. Maar daarmee wordt wel die Franse energiemarkt, en belangrijk, de kerncentrales veiliggesteld. In Duitsland zit men nog stevig in de maag met Uniper, want dat zit ook met problemen. De maatschappij ja, krijgt geen gas meer van Rusland, maar moet wel leveren betekent dat ze op de vrije gasmarkt moeten inkopen en dat kost zijn 40 miljoen per dag. Ja, dat ga je niet lang volhouden en ook hier zal men moeten kijken hoe verder. Dat de kosten oplopen ja dat is inmiddels wel bekend. Vanmorgen werd eh, onder andere duidelijk dat in het Verenigd Koninkrijk de inflatie op 9,4% is uitgekomen en dat is een 40-jarig record. Producentenprijzen overigens liepen met ruim 16% op. Nou, als je denkt dat dat al gortig is, in Duitsland de producentenprijzen 32,7% hoger op jaarbasis. Goede nieuws daaraan is wel dat dat een lichte daling is ten opzichte van mei. Nou, en dan houdt het nog niet op, want het blijft allemaal erg leuk komende dagen met beweging. Want vrijdag, dus cijfers Twitter. Ehm, ook dat is interessant. Gaan ze wat melden? Over die spamaccounts is je waarschijnlijk niet natuurlijk, want dat ligt nu allemaal onder de rechter. Maar hoe het financieel draait, reclameinkomsten, groei van accounts, gebruik actieve accounts, noem maar op. Dat zal natuurlijk nu met argusogen bekeken worden door de hele markt en zeker door Elon Musk, voor zover hij die cijfers niet al heeft. Um, maar ook Beasy. Een paar weken terug werden de langere termijndoelstellingen nog naar boven bijgesteld hoe ziet men dat nu? Basie laat vrijdag voorbeurs weten hoe het erbij staat en dat zou ook wel eens weer de nodige reuring kunnen geven, want de laatste dagen lag Basie er nou niet zo heel goed bij. Zeker niet ten opzichte van bijvoorbeeld ASML of ASMI. Nou, of dat allemaal nog niet genoeg is? Maandag hebben we Philips, dan nou zijn we natuurlijk wel benieuwd of er nog extra opmerkingen komen over het DreamStation debakel. Hoe gaat het met de terugroepactie? Hoeveel apparaten zijn er vervangen en belangrijker, wat zijn de extra reserveringen die al gedaan zijn en die er nog aankomen? Dinsdag hebben we dan nog Randstad en Unilever. Kortom, er gebeurt van alles. En um, ja, voor de liefhebbers nog misschien van uh, de maaltijdbezorgers: vandaag zien we Justy Takeaway dik 10% oplopen, onder andere omdat ze gaan reorganiseren in Frankrijk. En dat betekent dat ze daar behoorlijk gaan schrappen in het aantal banen. En dat is overigens een uh, rood draadje dat we deze week al bij meer bedrijven zagen. Men gaat reorganiseren en dat betekent per saldo toch minder personeel. We zagen het al bij Apple. We zien het bij Amazon. En er zijn al meerdere partijen geweest die hebben aangegeven: ja, we zien toch wat donkere wolken aan de horizon. En dat betekent dat we gaan reorganiseren. Dus dat gaan we ook nog in de gaten houden. Overigens, in de slipstream van uh, Justy Takeaway zien we wel Delivery Hero ook aantrekken in Duitsland. Um, dus daar weer een klein beetje lucht in de zwaar geplaagde aandelen. Kortom, de komende tijd is er nog meer dan genoeg aan nieuws. En zullen we er ook bovenop blijven zitten. Tot dan!